In de transportsector beoordelen we beleidsplannen, zoals infrastructuurplannen, met een zogenoemde kostenbatenanalyse. Een kostenbatenanalyse gaat niet in op de vraag of het ook eerlijk is, of het rechtvaardig is. En dat betekent dat die onvolledig is als er belangrijke rechtvaardigheidselementen verbonden zijn aan de keuze voor bepaalde infrastructuurbeleidsopties. Een van de onderwerpen waar het mis kan gaan is rond het onderwerp social exclusion, sociale uitsluiting. Sommige groepen in de samenleving lijden vervoersarmoede en kunnen daarom niet volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk leven. En dat komt bijvoorbeeld omdat ze wonen op het platteland van Zeeuws-Vlaanderen of Noordoost-Groningen en een heel laag inkomen hebben, 3 kinderen en amper voldoende geld voor eten, drinken en een dak boven hun hoofd en kleding. Die mensen zijn nauwelijks bereid te betalen voor transportvoorzieningen, terwijl ze wel heel belangrijk voor hun zijn, omdat ze dan bijvoorbeeld een baan kunnen bereiken, naar de dokter kunnen of boodschappen kunnen doen. Hoe belangrijk zijn nu projecten die trachten die vervoerarmoede te beperken? Bijvoorbeeld een betere busverbinding. Hoe reken je dat uit? De betalingsbereidheid van die mensen is in principe geen goed vertrekpunt, want ze hebben vrijwel geen geld en dus geen betalingsbereidheid. De standaardoplossing is de zogenoemde equity value of time, waarbij de gemiddelde betalingsbereidheid van iedereen wordt gebruikt, ook voor een specifieke groep. Dat maakt een KBA een stuk eerlijker. Maar dat gemiddelde ligt nog steeds heel laag, want die mensen die het betreft hebben geen geld. Mensen met hoge inkomens, die hebben vaak prima mogelijkheden om een auto te kopen en die zijn ook niet bereid om daar veel voor te betalen. Dus dat lost het probleem niet helemaal op. En dat betekent dat je misschien met een veel hoger prijskaartje zou moeten rekenen als je de maatschappelijke baten van vervoerarmoede wilt uitrekenen. Een ander voorbeeld waar het misgaat is als de lange termijn in het geding is. Stel dat je transportbeleid voert om op lange termijn CO2-emissie te reduceren. De lange termijn tikt in een KBA nauwelijks mee vanwege het verdisconteren van lange termijn effecten. In Nederland werken we inclusief risicoomslag met 5,5%. Dat betekent dat effecten over 50 tot 100 jaar vrijwel geen invloed hebben op de uitkomst van een KBA. Discussies over de vraag, moet Schiphol bijvoorbeeld uitbreiden, komen in een ander daglicht te staan als je met een veel lagere discontovoet zou rekenen, wat bijvoorbeeld het Stern-advies is geweest van een aantal jaren geleden. Wat zijn dan oplossingen? Wij kunnen wel indicaties voor oplossingsrichtingen geven, maar we weten niet goed hoe politici het best bediend zijn. Wij maken KBA's om politici te helpen om besluiten te nemen en ook om belangengroeperingen te informeren over voor- en nadelen. We weten niet goed waar die mensen behoefte aan hebben. Het lijkt mij bijzonder nuttig als wij aan mensen gaan vragen hoe zij denken over ethisch relevante zaken en hoe belangrijk ze die vinden. We kunnen politici vragen, we kunnen burgers vragen, we kunnen mensen die rechtstreeks getroffen worden door beleid vragen, maar ook burgers in zijn algemeenheid. En ik pleit ervoor om daar onderzoek naar te doen, zodat we in de toekomst de KBA kunnen verrijken met die dingen die ethisch relevant zijn, maar nu niet worden meegenomen. Niet alleen ethisch relevant zijn en niet meegenomen, maar hoe ga je ze wegen? Hoe ga je iets als rechtvaardigheid wegen? Ja. Je kan zeggen, ik breng de welvaartseffecten in kaart met de KBA. Rechtvaardigheid helemaal los daarvan, als een soort bijsluiter of een tweede document. Kiest u maar. Ik denk dat het in sommige gevallen misschien wel de beste oplossing is, maar niet in alle gevallen. Neem het voorbeeld van minder werkeloosheid in het noorden en daarom een nieuw transportproject. Je kan natuurlijk wel aan mensen vragen, wat hebt u liever, 10 werkelozen minder in het noorden of 8 in de Randstad? Of 6, of 4, of 9? Je kan dus in kaart brengen wat mensen ervoor over hebben dat iets eerlijker verdeeld wordt. En stel dat daaruit blijkt dat mensen ruwweg 25% welvaartsverlies acceptabel vinden voor een eerlijker verdeling van, in dit geval, werkeloosheid over het land. Dan kan je dat dus in kaart brengen en dan kun je zelfs in je KBA, ik heb dat genoemd de willingness to pay for fairness, als vertrekpunt nemen voor sommige aspecten, niet voor alle.